Hallo Henkies. Ja, zeker, Mr. Skankadel. Give me the controller, man. Alright, oké. Okay. Welkom bij de tweede video recensie van... Ouderen Online Arcade. Ja, zeker, Abdulio. We gaan beginnen bij de opties. En wat zien we daar? Opties, I like options. Want ik ga je even de goede controls laten zien. Oké. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar de sensitivity die staat helemaal uit. Ja, daarom stuurt de auto minder agressief, dus je kan beter sturen. Oké, dat is een optie van controller en nog meer. Ja. How to play, hetzelfde bij dat Battlefield, maar dat is helemaal niet goed. Dus, for every idiot on this planet, learn to how to play Outrun. En er zit achievements in. Oh ja, achievements in online arcade. We hadden niet anders verwacht, 200 gamescore, cool. En we hebben leaderboards. Jazeker. Van de oudere mode, de heart attack mode en de time trial. Ja. Wat spannend, hé? Jazeker. Nou. We hebben multiplayer. Ja. Een player match doen en dan kun je een custom match om te kiezen wat je wil doen. Jazeker. En dat is toch even om warm van te lopen. Oké. Wat vind jij nou van de singleplayer of Outrun Online Arcade? Ja, er zit ook zo'n heel boeiend verhaal in. Je mag een lekkere tijd neerzetten en that's it. Hè. Het is gewoon lekker arcade. Wat volgt de kast en Scheveningen. Ja. Weet je wat? Ik ga even een rondje rijden. Goeie idee. Let's drive around. Manual transmission. Waar zal ik voor kiezen? Ik ga gewoon lekker Outrun mode. Outrun mode. Maar ik ga geen boosie muziek doen, dus... Risky ride. Risky ride. Ja! Hier zit het, Mr. Skankadel. De nieuwe metal. Nee. Oh, look the blunt bitch. Oh. Yeah, let's drive the shit. Zoals je ziet, dit is een arcade spel, maar het ziet er nog goed uit. Quint, wat was je eerste indruk toen je het spel opstartte? Nou, mijn eerste indruk van het spel was van, is dit nou Outrun? Is dit nou Outrun? Nou, toen kreeg ik horen van een oud-goos van Ik Blijf. Ja, dat is Outrun. Toen dacht ik, oké, ik moet er even aan wennen. Eerst de online arcade die ik zelf kocht. En het was best wel even wennen. Maar voor de rest, toen ik verder ging kijken, zeg maar, zag het er goed uit. Ik bedoel, het was niet verkeerd of zo. 800 punten. Ja, maar 800 Microsoft punten. Nou, ik bedoel, voor slechts ongeveer 10 keer. Nou, vond het wel goed om te doen. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik er zelf niet goed in ben, maar deze gozer. Ja. Maar wat vind jij dan? Ja, ik ken hem ook al van de Xbox 1. Maar ik vind bij deze de resolutie veel hoger liggen, dus dat is alweer heel mooi. Dat is mooi, hè, die revolutionariteit van de LCD-tv's. Maar wat vind jij? Wat voor minpunt zie jij aan Outrun? Deze Outrun op deze Xbox gezet kan. Dat dit best wel een ingekrimpte versie is. Dit is eigenlijk coast-to-coast versie. Maar daar zitten veel meer banen in, Outrun 2 banen. En die zit hier dus niet bij. En wat zegt Sega, het gaat er komen. Maar het is er nog niet. Brown Babe. Wat zijn de pluspunten hieraan? De good feeling. Happy Joy. Een beetje, het is echt zo'n hippie spel, weet je wel. Oké. Niet de licht bedoel voor de hippies hoor. Peace. Maar voor de mensen thuis, hebben we misschien nog wat tips? Ja, tuurlijk. Probeer op manual transmission te rijden. Want dat is gewoon veel beter, want ik weet de shift die je doet. En dat doe je om snel op config E te zetten. Dan kun je A en B. A is omlaag schakelen, B is omhoog schakelen. En als je snel omlaag en omhoog schakelt, dan krijg je de power drift,
shift drift heet dat zoiets. En dan gaat er minder snelheid van je auto af en je kan scherper erop worden. Oké. Maar er zit een soort van logica in het spel. Want je kan je kan verschillende routes kiezen. Ja. En elke route heeft weer zo zijn eigen ding. Ja. Leg nou eens uit bijvoorbeeld bij welke route nou echt moeilijk wat het verschil is tussen de routes. Je kan zo zien, telkens als je naar links gaat, dat zijn een beetje de makkelijke stages. En telkens waar je wat meer naar rechts gaat, dan komen van die moeilijke aanstappen, snelle bochtjes waar je sneller het gas kan gaan raken en crashen. Dus, maar zit er ook echt verschil in de stages? Want ja, we zitten nou, ik zie dan verschillende omgevingen, maar... Ja, het verschil is dus, zoals je ziet, ik weet niet of het erg overbelicht is bij jullie op de camera. Maar iedere level, je hebt verschillende soorten races in de steden, woestijn, je hebt van alles. En des sneller je rijdt, des te mooiere, epische beesten vliegen er voorbij in de lucht. Oké, zit er nog een voordeel in, voordeel van outrun, zeg maar, vergeleken met de versie op de Xbox One? Er is wel voordeel in geworden. Het enigste dat hij makkelijker is geworden en dat hij wat mooier is geworden. De rest niet zo veel. Is er ook nog een soort van extra wat ze erbij hebben gegeven met snelle laden of zo? Geen bugs meer. Geen bugs meer? Nou ja, eigenlijk online zit er nog wel super veel bugs in, maar in de singleplayer niet. Oké. Maar online is het klote, dan rij je zo en dan zit je ineens onder de grond te rijden. Of je zit gewoon vast. Of dan zit er. Ik heb een keer met iemand anders op een lijntje zeg maar dat hij eerst staat, maar ik zie dat ik eerst sta. Maar goed, we gaan het van cijfer geven. Conclusie van het spel? Het spel is goed voor de prijs, maar... Ja! Yeah. Great price! Ik vind hem toch nog te kriel. Te kriel, oké. Nou, ik vind het spel leuk. Het cijfer geef ik een 8. Hij geeft een 8, ik geef een 8, ben het vrijwel met hem eens. Het is een leuk spel, goed spel, vergeleken met een andere outrun. Dus is dit wel een van de beste. Hij is goed gedaan. Het ziet er mooi uit voor een arcade. Dus ja, ook een 8. And that's end the video, right? No, because it's gonna be too long. Later! Jazeker, Sappie! Yeah! Bullet for life. Tell me where we are.